Nou mensen, goedemiddag. Het is alweer bijna avond, langzamerhand. En zoals jullie zien zit ik in de auto. Ben ik onderweg naar Brussel. En, want daar zijn vandaag ook demo's geweest. Daar hebben ze echt urenlang bij een gebouw gestaan. Het was dus allemaal zorgpersoneel. Dus het begint heel erg los te breken allemaal. Morgen of overmorgen staat er ook wat aangekondigd in Brussel. Dus zodoende. Nog even, ik zie allemaal rare teksten voorbij komen. Ik heb ook wat rare berichten gekregen van mensen die zeggen dat ik een snitch ben, naar aanleiding van dat ik gisteren natuurlijk een melding heb gemaakt bij de politie. Maar dat ging puur over de ongelijkheid van behandeling van coronademonstranten. En mensen die dus bij de Kick Out Zwarte Piet demo aanwezig waren, die illegaal was en onaangekondigd. En ik vind het gewoon ongelooflijk dat er vanuit de journalistiek in één keer het muisstil is wat betreft de coronamaatregelen of mensen hun gezondheid, al die IC's en die ziekenhuizen die dus volleggen. En dat dan, ja, dat er heel anders opgetreden wordt. De ME was er niet eens. Maar het komt ook omdat zelfs de politie niet wist dat deze demo zou gebeuren. Dus ik heb het niet eens over het onderwerp Zwarte Piet gehad, hè? Want dan, dat leidt weer af van het hele gesprek. Maar dan word ik dus overal neergezet als een of andere verrader of weet ik veel. Ik heb niemand verraden. Ik heb gebeld naar de politie omdat ik vind dat er met twee maten gemeten wordt. We hebben te maken gehad met politieagenten die schieten op demonstranten. We hebben te maken gehad al meer dan anderhalf jaar met demonstranten van de coronademos die zo erg in elkaar zijn geslagen, arbeidsongeschikt en geseponeerde zaken. En dit kan gewoon niet. En ik vind gewoon echt dat dit. Ik vind dat wij allemaal misschien even een melding moeten maken hiervan. Dus dit heeft niks te maken met verraden. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die dat soort berichten natuurlijk geloven. En dat klakkeloze aannemen, nou, dat zegt natuurlijk ook wat over hunzelf. Heel jammer, want er zitten dus ook demonstranten tussen die dus dat soort berichten geloven. Maar kijk het filmpje terug, zou ik zeggen. Het staat gewoon op mijn tijdlijn. En je kan het gewoon terug. De busgaas hebben Nadino hun bestikkeling van de bus gehaald. Ah, ja. Oké. Kijk gewoon het filmpje terug, mensen. Dan horen jullie ook precies zoals ik het zeg. En ik vind dat ik hoor op te komen voor beide kanten. Maar nu dus ook met name voor de coronademonstranten die daar al sinds 2020 staan. We gaan nu het derde jaar in volgend jaar. En elke persoon die een kritische mening heeft naar de regering wordt gewoon keihard aangepakt. En ja, ik heb natuurlijk ook een persoonlijk iets met deze beweging. Wat ze hebben gedaan, heb ik al heel vaak gezegd, ga ik het niet meer over hebben. Maar echt, het is geen snitch en geen verraad. Kijk alsjeblieft even het filmpje. Ga niet alles klakkeloos aannemen. Maar let ook even heel goed op de media. Hoe hun dus van alles neerzetten. Geen enkel woord van de staatsmedia over het gevaar in, over het in gevaar brengen van de gezondheid van oudere mensen of de zwakkere mensen. De winkels zitten met een lockdown. Wij zitten in een avondlockdown. En ondertussen wordt het gewoon toegelaten dat er een illegale demo op zo'n manier wordt neergezet. En het klopt. Het waren volgens mij echt alleen maar wijkagenten die daar stonden. Nou, ik vind dat zo verschrikkelijk. Want een wijkagent heeft andere taken en hele andere functies.
dan iemand die als een ME'er werkt. Die staat er wel tussen. Die kennen waarschijnlijk die mensen persoonlijk. Maar worden dan via van bovenaf opgedragen om een bepaald werk te gaan doen. Ja, waar ze misschien ook helemaal niet achter staan. Als je hoort aan het telefoongesprek, is de agent aan de telefoon echt een luisterend oor geweest. Dus hierbij gewoon even, ik maak me er verder ook niet druk om, want alles staat gewoon op beeld. Daarom is het goede ervan dat ik het gesprek heb opgenomen en dat iedereen gewoon weet dat het niks met snitchen of verraden te maken heeft. Snitchen zou zijn als ik bijvoorbeeld had geweten van de illegale demo en dan zou gaan melden bij de politie, er komt een illegale demo aan. Want dat soort dingen doe ik niet. Ik leg alleen maar puur uit in mijn woorden dat ik gewoon eigenlijk vind dat de hele vergelijking tussen de coronademonstranten en tussen de andere demonstranten dus gewoon niet kan. Dus niet meer en niet minder. En jullie hebben het allemaal meegekregen. Ik hou vanavond even geen vlog. Ik moet even rusten. Ik ben moe. Maar morgen dan waarschijnlijk live vanuit Brussel. Dus doei doei.